Teun Gauthier is mediaman met een journalistiek hart. Oprichter van De Correspondent en uitgever van De Groene Amsterdammer geweest. De vluchtelingencrisis zorgt voor emoties en heel veel meningen. De journalistiek zou helderheid moeten verschaffen met nieuwe feiten en enige context. Meneer Gauthier, gebeurt dat? Nou ja, ik ben eigenlijk wel behoorlijk geschrokken van het debat in Nederland. We wonen in een van de meest welvarende, hoogopgeleide, rustige, open samenlevingen ter wereld. En dan gebeurt er iets als de vluchtelingenproblematiek. En dan zie je dat er heel snel een ontzettend polemische discussie ontstaat. En ik vind dat de journalistiek verantwoordelijk is voor een heel groot deel voor de toon in de debat. Want de journalistiek doet mee met die polemische discussie? Ja, absoluut. De rol van de journalistiek is om de discussie te voeden. Dus om u en mij als burgers die in debat zijn met elkaar te voeden en richting te geven en aanleiding te geven. En als je dan ziet hoe het debat eigenlijk uit de hand loopt, dan vind ik dat de journalistiek behoorlijk tekort schiet. Waar gaat het mis bij de journalistiek? Nou ja, ik denk... Ik had laatst ook een discussie met wat mensen. En dan blijken we al gewoon over de beginselen heel verschillend geïnformeerd te zijn. Over hoeveel vluchtelingen gaan we dan eigenlijk? Een hele wezenlijke vraag die ik nodig heb om een discussie te kunnen voeren. En ik heb een staatje ergens gezien dat van een aantal media in Nederland, waar de een zegt het gaat over 40.000, de andere over... En een medium heeft het over 200.000 mensen die in Nederland asiel zouden krijgen. Dus daar vind ik dat de journalistiek al tekort schiet. Dus ons niet feitelijk de instrumenten in handen geven. Te weinig feitelijk. Ja. Laten we even kijken naar een van de meest dramatische beelden van deze crisis. Dat is deze foto. Verscheen begin september op alle voorpagina's en in alle nieuwsprogramma's over de hele wereld. Het Syrische jongetje Aylan Kouri, aangespoeld op de Turkse kust, 3 jaar en doods. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden? Nou, een beeld doet wel meer dan 1000 woorden. Wat je zag, want sinds deze foto zijn er geloof ik nog 371 kinderen verdronken op ongeveer dezelfde stranden, waar we niks meer van gehoord hebben. Dus dat beeld zette een enorme nieuwe richting in het debat in. Dus of het meer zegt, weet ik niet, of het ons meer een verhaal vertelt. Want dan na de foto kwam pas het verhaal naar buiten van de vader en dat soort dingen. Dus daar zie je ook dat de journalistiek heel snel op zo'n beeld reageert zonder zich toch goed geïnformeerd te hebben. Dus het gaat eerst om de conclusie en dan pas... Het feitenrelaas. Wat was het feitenrelaas ook weer bij deze foto? Perfect bijna. Het feitenrelaas was dat dit jongetje, wat natuurlijk een verschrikkelijk beeld is. Die foto is natuurlijk ook heel effectief daarin. Met zijn vader, door zijn vader waarschijnlijk, zelfs als kapitein van de boot, is meegenomen vanuit Turkije, waar die man al woonde. Waar hij had problemen met zijn gebit, daarom wilde hij van Turkije hier. Maar dat was die problemen met het gebit waren wel ontstaan als gevolg van mishandeling in een Syrisch gevangenis, zoiets dergelijks weer. Dus dan zie je dat er zo'n beeld dat explodeert, dat heel veel doet in het publieke gevoel bijna. En dan gaat de journalistiek eigenlijk mee in de emotie. Sterker nog, ze zetten aan tot die emotie. Nou ja, ik geloof dat een van de problemen van de journalistiek is dat ze natuurlijk effectbejag nastreven. En zo'n foto doet veel. En dan zie je dus ook dat alle kranten die foto op de voorpagina hebben. Moet u nagaan wat dat al eigenlijk betekent en laat zien over hoe de journalistiek opereert. Dus de volgorde eerst concluderen en dan met de feiten komen, pas dagen daarna. Dat is de nieuwe journalistiek? Wat ik net wilde zeggen, het debat in Nederland is heel erg polemisch. Het is redelijk feitenvrij. En het is heel erg op de incidenten. En ik geloof dat we daar verkeerd gaan. De journalistiek, er is een incident. Er zijn een paar schreeuwende mensen in Steenbergen. En dat wordt enorm uitvergroot. En ik geloof dat de journalistiek daar meer afstand zou moeten nemen. Van de materie en ook van zijn lezer. Om veel beter te wegen wat het nou echt is wat daar gebeurt. Moet je dit soort oproer dan tijdens raadsvergaderingen dan maar niet melden? Wat mij wel opvalt. Ik zag eergisteren een tweet van Leger des Heils, geloof ik, waarin zij ons oproepen om niks meer te sturen, want ze kunnen het niet meer aan. En dus er zijn duizenden mensen in Nederland zetten zich in voor vluchtelingen, zijn ermee bezig en richten comité's op. Dus dan vind ik wel dat er een onbalans zit in die paar mensen in Steenbergen, waar was het? En juist de support en de steun die er in de Nederlandse samenleving is. Waarbij overigens nog geldt dat die schreeuwers heel erg opgevoerd werden. Ja. En daarna heb ik een interview met ze gezien in de Volkskrant, waarin het huisvaders blijken te zijn die in een vlaag iets hebben geroepen, maar helemaal niet. Dus ja, ik vind dat er een onbalans is. En de journalistiek is natuurlijk verantwoordelijk voor het brengen van dat plaatje. Ik wil naar een ander voorbeeld, over plaatjes gesproken. Ander voorbeeld van belang voor de Europese burgers, het draagvlak waar we het altijd over hebben, is te weten wie die vluchtelingen nou eigenlijk zijn. Een deel van de journalistiek houdt het op deze mensen. Zeg maar zielige mensen op de vlucht voor oorlog. En dit is een te eenzijdig beeld, vinden dan weer andere journalisten. En die hebben het over gelukzoekers en dit soort gewelddadig volk, zou je kunnen zeggen.
Begrijpt u waarom journalisten of voor het ene plaatje of voor het andere plaatje kiezen? Nou, om te beginnen moeten ze natuurlijk voor een plaatje kiezen. Waarom? Nou ja, omdat je een plaatje moet brengen. En ik denk dat er drie factoren een grote rol spelen in de journalistieke keuzes. Eén, de journalist zelf. Heb jij zelf een asielzoekerscentrum naast de deur of niet? Want je hebt een eigen mening als journalist. Twee, is toch de politiek. En het publieke debat die probeert te framen en ook de journalistiek bestookt met beelden en gedachten. Maar de journalistiek doet dus mee aan die framing. Ja, ik denk dat. Want de derde is dat ook de lezer eigenlijk van de journalistiek vraagt om bepaalde beelden. Dus mijn stelling is dat het een blad als Elsevier. Die wordt gelezen door mensen die hun mening bevestigd willen zien. Nou, dat vind ik nou ook. En dat is prima, daar gaat het niet om. Maar dat betekent dat je als journalist ook keuzes maakt waarvan je denkt dat die in goede aarde zullen vallen bij je lezer. Journalisten zijn verhalenvertellers geworden in plaats van. Feitenbrengers. Het zijn marketeers geworden in plaats van feitenbrengers. Marketeers? Ja, die hebben een lezer en die moet bediend worden. U weet uit televisiekringen dat als je het woord Europa gebruikt, dan zet 40% weg. Ja. Dus wat doe je? Je gaat Europa niet gebruiken. Precies, ja. Terwijl de journalistiek juist de verantwoordelijkheid heeft om te zeggen, je vindt het misschien niet belangrijk, maar het is wel belangrijk. Maar dan verlies je dus je kijkers. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik geloof dat als je het aandurft om die diepte te zoeken en dat aan te brengen, dat je daarmee je juist onderscheidt ten opzichte van het gemiddelde en het incidentele. Moeten we concluderen? Dat is een persoonlijke mening. Ja, dat mag in dit programma. Dit is een opinieprogramma. Ja. Moeten we concluderen dat de media over het algemeen te gekleurd zijn? Op zoek naar verhalen kiezen en niet het volledige plaatje brengen. Nee, ik geloof niet dat ze ik geloof niet zozeer, met een aantal uitzonderingen daar gelaten, dat ze echt zeggen, vluchtelingen zijn slecht, dus wij gaan alleen maar verhalen brengen die dat bestendigen. Wat ik vind, is dat de journalistiek niet de waarom-vraag. De veel meer wezenlijke vraag vinden wij dat we verantwoordelijk zijn voor het opvangen van mensen die moeten vluchten omdat hun stad wordt gebombardeerd. Dat is een wezenlijke vraag. Als je het vanuit die journalistieke vraag benadert, of vanuit het beeld wat u net liet zien van kleine kaal kindjes in de Balkan ergens op de vlucht. Dat is een perspectief waar ik vind dat de journalist verkeerd gaat. Die kiest het incident als uitgangspunt en veel minder de wezenlijke diepe vraag. Ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, de mensen in de wijken die zometeen die AZC's naast hun deur krijgen, die willen graag weten, ja, wat voor mensen krijg ik hier en hoeveel worden het eigenlijk? Nou ja, helemaal eens. Ook wezenlijke vragen. Welke vraag heeft u nog als het gaat om de vluchtelingencrisis die door de journalistiek tot op heden nog niet beantwoord zijn? Ik geloof dat het socratisch is om iedere keer de waarom-vraag te stellen. Dus er zijn veel Syriërs. Hoeveel zijn het er nou eigenlijk? Dat is toch, en zijn het allemaal wel Syriërs? Ja, dus zijn het allemaal Syriërs? Het gaat nu om 800.000 asielaanvragen naar verwachting in Duitsland dit jaar. Dat is 0,9% van de totale bevolking. Dus hoe gewogen is dat? Waarom zijn die mensen? Waarom gaan ze op de vlucht? Dat vind ik een belangrijke vlucht. Omdat er een conflict is, waarom is er een conflict? En ook weer, want er is namelijk een bepaalde cyclus. We hebben ook als het Westen een verantwoordelijkheid in het conflict in het Midden-Oosten. Ja, maar ja, daar schieten mensen die zo'n AZC naast zijn deur krijgen natuurlijk niks meer op. Nee, maar dan betekent dat we een heel complexe materie, een hele complexe vraag, terugbrengen tot heel erg simpel over te brengen journalistieke snoepjes. Ja. En daarmee de discussie geen recht doet. Meneer Gauthier, dank u wel. Graag gedaan.